Hey, welkom bij Bewegen het Bart, het kanaal waar we elke dag een korte training doen, slechts 10 minuten, gewoon om ons lichaam gezond en sterk te houden en goed te kunnen blijven bewegen. Een van de redenen om minder goed te bewegen is vaak rugpijn en dat is een van de dingen die we dus willen voorkomen of willen verbeteren en ik help jullie daar graag bij. En ik wil het daarom even hebben over de bilspieren. De bilspieren zijn namelijk super belangrijk als het gaat over rugpijn, want die hebben daar een heel grote invloed op. En als ik het over bilspieren heb, dan praat ik over 3 spieren. De gluteus maximus, de grote bilspier, de gluteus minimus, de kleine bilspier, en tenslotte de gluteus medius, de middelste spier. En dat is misschien wel de belangrijkste, want die heeft een heel belangrijke functie, namelijk het stabiliseren van de heup en het zorgen dat je geen buigingen in je heup krijgt die je niet wenst. Want die kunnen een invloed hebben op rugpijn. Als je bilspieren, niet alleen die gluteus medius, maar ook de andere, te zwak zijn, dan kan dat zorgen voor meer spanningen op je rug en op je rugspieren en daardoor kan je rugpijn gaan krijgen. Eén belangrijke oefening daarbij ga ik nog even voordoen. En dat is deze oefening waarbij je aan een muur gaat staan, heel stabiel. Op die manier 1 knie gaat heffen aan de kant van de muur. En dan ga je je bil tegen de muur proberen te drukken en dan terug rustig laten zakken. Ja. En dan gaan we dat nog eens doen. En rustig laten zakken. Het is de spier in het been dat op de grond staat, de gluteus medius, die op dat moment gaat aanspannen. Als we dit een 10-tal keer gaan doen, dan ga je merken dat je daar een verzuring krijgt in die spier en dat je die gluteus medius dus aan het trainen bent. Heel goed idee om dat regelmatig te doen. Dus als je echt rugpijn hebt, zou ik je aanraden om dit elke dag eventjes te doen. Gecombineerd met onze trainingen waarbij we ook andere spiergroepen aan bod laten komen, is dat een heel goed idee. We gaan eraan beginnen voor vandaag. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de video van vandaag heb je iets extra nodig en dat is een trapje. Hebben we al regelmatig nodig gehad. Dus als je geen trapje bij de hand hebt, zet dan de video even op pauze. Dat is handig. En dan kan je naar je eigen trap gaan in je huis of naar de voorkant van je voordeur. Waar er een trapje is waar je kan op- en afwandelen. De eerste oefening die we gaan doen is gewoon even flink doorwandelen. Ja, dat we een klein beetje warm krijgen. Heel goed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan ga je nu de knieën heffen. Die mag je iets hoger heffen. Het mag ook altijd trager dan dat ik het doe natuurlijk. Doe het op je eigen tempo. En je mag het andere hand mag je dan in de lucht brengen. En dan mag je dat ook, als je hoger kan, iets hoger gaan doen. Denk eraan, het mag trager. Ik doe het iets sneller. Als je mijn tempo wil volgen, dan mag het. En je mag het zeker ook trager doen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Ga je zitten op de stoel. En dan ga je daar even je tenen naar je toe brengen en dan weer van je weg brengen. Naar je toe en weg. Naar je toe en weg. Naar je toe en weg. Hup. En weg. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En goed. Dan gaan we vanuit onze stoel squatten. Denk eraan, goede rechte rug, handen een beetje naar voren brengen. En je gaat gewoon volledig recht staan. En dan ga je rustig terug zitten. Ja. En we zijn vertrokken. We gaan dit 50 seconden doen. Dus dat is vrij lang. Ja. Als je recht komt, probeer altijd eventjes volledig te strekken. Volledig je heupgewricht uit te strekken. Heel goed. Super. Je doet het fantastisch. Elke oefening, ook de squats, mag je trager doen dan dat ik ze doe. En we laten dus vandaag onze benen nog eens extra werken.
Heel goed. Heel belangrijk, als je goed te been wilt blijven, om die benen sterk te houden. Nog 3. Nog 2. En dit is de laatste al. En dan blijf ik recht staan, want dan gaan we ons trapje bijnemen. Dus als je dat trapje nog niet bij de hand hebt, ga er dan naartoe. Wat ga ik doen? Ik ga met 1 been het trapje op. Ja? Zoek steun bij een muur. En met andere been ga ik achteruit strekken. Ja? Dan ga ik weer de voet een beetje opheffen kan. En dan weer erop zetten en ander been achteruit strekken. Ja? Hup. Zo. Dus ik duw me omhoog en ik breng mijn ander been achteruit. Dus ik heb meteen 2 spiergroepen die we aan het trainen zijn. De quadriceps van mijn rechterbeen en mijn bilspieren van mijn linkerbeen. Heel goed. Dit blijf je doen. Dus je mag je voet die op het trapje staat altijd een klein beetje omhoog even. Heel goed. Nog 3. Nog 2. Oké. En dan gaan we gewoon wisselen. Dan zet ik mijn andere voet op het trapje. Je mag ook een hoger trapje nemen. Als je vindt van je eigen dat je echt sterke benen hebt, mag je gerust het hoger trapje gebruiken. Ja. En je duwt jezelf omhoog. Heel goed. Heel goed. Duwen en naar. Fantastisch bezig. Hou het vol. Ja. Nog 4, 3, 2, 1. Alright. En dan gaan we achter onze stoel staan. Die stoel die gebruik je om evenwicht te hebben. Als je dat niet nodig hebt, dan kan je die gerust zo laten. En dan gaan we squatten zonder te gaan zitten. Dus je gaat zakken en strekken. Probeer je knieën niet te veel naar voren te brengen, maar vooral je zitvlak achteruit te brengen. Maak een rechte rug. Heel goed. En doe het vooral rustig aan op je eigen tempo. Yes. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Nog 5. Nog 4. Nog 3. 2. 1. Oké, je bent fantastisch bezig. Volgende oefening hebben we nog niet vaak gedaan. Je gaat aan een muur staan. Belangrijke steun neem je bij de muur. Het been aan de kant van de muur ga je opheffen. En dan ga je je zitvlak naar die muur drukken, heffen. En dan weer laten zakken. Dus ik druk mijn zitvlak naar de muur. Ik mag het raken of niet. En ik zak weer. Ja? 1 secondje houden en zakken. Ja? Lukt het? Niet zo simpel, maar wel een heel belangrijke oefening. Ja? Onze bilspieren trainen heeft namelijk een super groot effect op rugpijn. Dus als je deze oefening regelmatig doet, ja, dan ga je een grote kans hebben om minder rugpijn te hebben. We drukken het nog altijd naar de muur en laten zakken. Nog 3, 2, 1. Oké. En dan gaan we de andere zijde tegen de muur zetten. Ja. Ik ga dat hier doen. Ik hef mijn benen een beetje. Je heft zo hoog als dat je kan. Je mag het ook zo hoog heffen, maar dat hoeft helemaal niet. Een klein beetje golven is goed. En dan ook hier dat zitvlak tegen de muur heffen. Ja. Naar de muur toe duwen. Ja. Het hoeft geen pijn te doen. Als het pijn doet, ga je iets minder ver. En doe het op je eigen tempo. 1 of 2 tellen tegen de muur. Aanhouden en dan weer zakken. We doen er nog 5. 4, 3. Dat is 2, 1. Oké. Goed, en dan gaan we
aan de zijkant van de stoel staan. Ja. We gaan één been naar voren plaatsen. Ja. Je mag het been nemen dat de weg is van de stoel. En dan neem je een stap, zo groot als dat jij vindt dat het een comfortabele stap is. En dan ga je vandaar een klein beetje zakken. Ja. En dan stappen we terug achteruit. En met hetzelfde been stap je terug naar voren. En ga je terug een beetje zakken. En kom je terug achter je stoel staan. Ja. Zoek steun bij je stoel. En kom terug achteruit. Doe dit ook op je eigen tempo. En ga zo diep als jij kan. Hè. De bedoeling is dat je knie, je achterste knie, dus een beetje naar de grond gaat. Heel goed. Heel goed. Oké, super. Je doet het fantastisch. We gaan dit nog 5 keer doen. 5, 4, als je dieper kan gaan, 3, een gewone comfortabele stap, 2, en 1. Oké. Ik zet mij aan de andere kant van de stoel en ik ga opnieuw met mijn been weg van de stoel een stap naar voren nemen. En zakken naar de grond. Ja. Ga zo diep als dat je kan. Het hoeft niet super diep te zijn. Een klein beetje door de knieën is genoeg. En terug achteruit. Heel goed. Heel goed. Je doet het fantastisch. We zijn ondertussen bij onze voorlaatste oefening. En we doen er hier nog 4. Nu nog 3. Nog 2. Nog 1. Alright. Super goed bezig. We zijn bij onze laatste oefening. En dat is opnieuw een squat. We gaan die terug achter de stoel doen. Maar we gaan nu proberen om heel traag te zakken in die squat. Ja. En dan iets sneller mag je omhoog komen. We gaan heel traag zakken. En iets sneller omhoog. Je mag iets vastnemen. Ja. En omhoog. We gaan er nog 5 doen zo. Nog 5. Kom aan. En omhoog. Nog 4. Traag zakken, traag zakken. En omhoog. Nog 3. Je doet het fantastisch. Kom aan. Oké. Nog 2. En dit is de laatste. Traag zakken. Uitstrekken. Fantastisch, het zit erop. Super goed gewerkt alweer vandaag. Die benen, heel belangrijk om hier regelmatig te trainen. Dat je sterk blijft en gemakkelijk kan blijven wandelen. Vond je dit nog niet genoeg? Doe dan zeker nog een van de andere workouts. Heb je graag nog een stretching die je vandaag wilt doen? Dat kan zeker ook geen kwaad, mobiliteit in je gewrichten behouden. Vond je het een leuke video? Geef dan een like als je nog niet geabonneerd bent. Klik gratis op abonneren, dat kost jou niks, maar dat helpt wel het kanaal om de video aan meer mensen te laten zien. Ik zie je graag morgen.